Het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie een wet opgesteld voor het erkennen van slachtoffers van politiek geweld in Suriname. Volgens Humphrey Yeru, voorzitter van het comité, moeten slachtoffers van politiek geweld in de periode 1975 tot het einde van de Binnenlandse Oorlog gecompenseerd worden. De afgelopen 30 jaar hebben we gezeten met veel vragen. Er zijn veel mensen die wiens verhaal niet bekend is. De bedoeling is dat het verhaal van deze mensen bekend wordt en dat de overheid in elk geval, de samenleving, overgaat tot erkenning van het leed van deze mensen, zodat de mensen de ruimte hebben om uiteindelijk in vrede verder te gaan in het leven. Kan dat niet zonder een wet? We geloven dat de wet een instrument is om de overheid, regeringen te dwingen om te doen wat wij beogen, wat wij wensen voor de slachtoffers. De afgelopen jaren is er heel veel aandacht geweest voor daders en we dachten het is niet goed voor de slachtoffers dat ze nooit aandacht hebben gekregen. Vandaar dat wij dus hebben gekozen om hun nu de aandacht te geven en we kunnen er afspraken over maken, maar als je het giet in een wet, dan weten we dat de grondslag goed is. Het comité zal de komende maanden gesprekken voeren met maatschappelijke groepen, zoals politieke partijen, religieuze en culturele organisaties en de media. De bedoeling van deze gesprekken is om feedback vanuit de samenleving te krijgen en die op te nemen in de conceptwet. De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, zal de conceptwet dan voorleggen aan de regering en het parlement. Ook zal ter ondersteuning van dit initiatief een handtekeningenactie op touw worden gezet. Het streven is om tenminste 10.000 handtekeningen te verzamelen. Iedereen die maar wil praten met ons, we willen met iedereen praten zodat er draagvlak is. Zodat de wettekst die we nu hebben misschien nog veranderd kan worden. Je weet niet welke inbreng iemand kan hebben. Zodat wij een goed product uiteindelijk kunnen hebben. En dat de draagvlak, dat de aanname ervan in de assemblee niet meer zo'n probleem hoeft te zijn. Ja. Hoe zeker bent u dat de regering, deze regering, het leed gaat erkennen? Uitgaande van de gesprekken die we de afgelopen periode hebben gevoerd. En u moet weten, vanaf het begin hebben wij gezegd, een van onze punten was dat wij medewerking wensten van de overheid, van de regering. En die ondersteuning is gegeven vanaf de dag van rouw. Heeft de regering toegezegd te willen meewerken aan het pad dat wij hebben ingeslagen. En als het ministerie van Justitie ons heeft kunnen helpen met een jurist om te werken aan het concept, dan geloven we wel. De minister van Binnenlandse Zaken heeft kunnen meewerken aan het afkondigen van de dag van rouw. Dan hebben we geen twijfels dat de regering zal willen meewerken. Dat was Humphrey Yeru, voorzitter van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. We spraken hem naar aanleiding van de conceptwet die is opgesteld voor de erkenning van slachtoffers van politiek geweld.